Hey hallo en welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van het Anne Show Nieuws. En ook deze week zit je hier goed voor alle laatste nieuwtjes uit de Vlaamse showbiz. Wim Luijs is de gast in onze studio. Laura Tesoro gaf de aftrap van haar reeks zomerconcerten. En afsluiten doen we met de nieuwste clip van Femke. En er zit dan eindelijk in onze studio de enige echte Wim Luijs. Wim, hey, welkom. Alles in orde? Ja, super, super. Voilà. Zeg, vertel eens, je zit hier niet voor niets. Je hebt heugelijk nieuws voor ons. Is dat zo? Ja, 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 dat schijnt toch? Ik ga niet trouwen. Nee? Nee, daar heb ik de mensen al een beetje beet mee genomen. Dat ik ging trouwen, maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Maar er is wel een nieuwe cd die er heel binnenkort aankomt. Ja. Een nieuw album. Een best-of. Een best-of. We hebben dat eigenlijk nog nooit gedaan. Nee. Ik ben nu bijna 16 jaar bezig en ik word ook 40 op 3 juni. Mooie leeftijd. Voilà. En we dachten, we moeten daar iets mee doen. Vandaar een best-of. Het beste van Wim Luijs, zal dat heten. En wat staat er allemaal op? Het beste van, hè. Ja. Natuurlijk alle singles die we de voorbije jaren hebben uitgebracht. Ook een aantal albumtracks waar ik eigenlijk zelf wel trots op ben. En waar ik eigenlijk ook singles van wil maken. Maar je kent dat, platenfirma's houden dat dan soms wat tegen. En ook een aantal nieuwe nummers. Twee nieuwe nummers plus een live versie van Elk zijn eigen gang, een hit uit 2001. Ja, ja, ja. De cover van Robbie. Hè? Ja, inderdaad. Heb ik zelfs trouwens live ook nog gezongen. Echt? Ja, tof, tof. Een in het Nederlands? In het Nederlands. Oh, super. Ja, geweldig. Ja, zeker weten. Zeker weten. Zeg, en hoe begin je daar dan aan? Want je hebt toch heel veel songs. Hè? Je bent al 16 jaar bezig. Ja. Je kunt maar... Hoeveel songs staan er op het album? Er staan er 20 op in totaal. Ah, toch. Ja. Ja. Maar toch. Ja, maar pas op al die jaren alle singles bij elkaar. Ja, ja. Dat is al wat. Hè. Dan zetten er al bijna. Dan zetten er al bijna. Ja. Dus ik denk dat ik er nog twee opgezet heb die geen single waren, gewoon albumtracks. En dan die drie nieuwe, twee nieuwe nummers plus die live versie kwamen exact op 20 uit. En wat geeft dat dan van gevoel? Dat je denkt van, heb je dan het gevoel van, mannen, ik word oud? Of heb je het gevoel van, hey, ik heb al veel gedaan? Omdat je toch terug in de tijd gaat. Het gevoel van ik word oud, dat heb ik niet. Dat is waarschijnlijk omdat ik zelf heel jong van geest nog altijd ben. Ja. Ik voel me nog altijd 20. Je ziet er ook nog altijd 22 uit. Dus. Allee, merci. Maar het is toch wel, als je zo een keer alles overloopt, van welke nummers gaan we kiezen? Uiteraard de singles. Ja, dan denk je zo van, we hebben wel al wat gedaan in die 16 jaar. Ja. Natuurlijk, het een heeft wat meer succes gehad dan het andere nummer. Maar dat is bij elke artiest zo. Dat is altijd zo. En als ik zo de weg bekijk die we hebben afgelegd, vooral de laatste 5-6 jaar, die rock and roll, dan ben ik blij dat ik die wending genomen heb. Het is iets wat niemand doet en het is iets wat echt bij mij past. Ja. Ik zie me dat nog jaren doen. En is dat op optredens ook zo dat je de reactie van de mensen voelt van dat ze daarmee mee zijn? Want je spreekt daar wel een bepaald publiek mee aan. Hè? Dat het is inderdaad zo dat ik niet heel veel op slagerfestivals sta. Nee. Dat zal bij u misschien ook een beetje het geval zijn. Maar wat wel is dat... Allee, het bewijs is er wel dat mijn muziek ook ambiance muziek is. Ja. En het hoeft niet altijd slager te zijn om populair te zijn of ambiance te kunnen maken. Ik speel ook heel veel met mijn liveband. Ja. En die rock and roll, dat past daar natuurlijk perfect in. Je kunt improviseren, je kunt gewoon all the way gaan. En, dat is soms echt lachen geblazen met de muzikanten. Dus, dat kan ik me inbeelden. Zeg, onlangs was jij te gast bij Anne Royal. Mm-hmm. En daar heb jij je single gebracht. Je mag hem zelf aankondigen. Ah ja, inderdaad. Dus ik zei het daarnet al. Mensen heb ik een beetje beet genomen door te zeggen dat ik ging trouwen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het was een aankondiging van mijn laatste single. Allee, voorlaatste, want er komt een nieuwe aan. Dit is Trouw nu met mij. Zolang het nog kan, want het einde komt nu stil aan in zicht. Zie, de maan is weg en de zon geeft ook al veel minder licht. Ik heb het jou al dikwijls gevraagd, ik heb de stad al zo vaak. Maar nu zweer ik jou, ja, dit is
Geweldig. Zeg maar over trouwen gesproken, dat zit er nog niet in. Maar ik ben ooit al eens getrouwd geweest. Hè. Ah, oké. Maar weet je hoe lang? Nee. 6 weken. Oh, dat is wel de moeite. Voilà, dus ja, voor mij is het goed geweest. Je dacht van... Laat maar zo. Laat maar zo. We hebben wel een dochter natuurlijk. Ja. Die trouwens onlangs haar eerste communie gedaan heeft. Dus voor ons is het goed zo. Ja. Ja. Ja, geweldig. Als je maar gelukkig bent. Zeg. Voilà. Zeg, je sprak daarnet al over de nieuwe single die eraan komt. Mm-hmm. Vertel daar eens wat meer over. Ja, dat is eigenlijk een liedje dat ik al heel lang wou opnemen. Maar het probleem was de goede tekst vinden. Mm-hmm. Dus het is een cover, Footloose. Oh ja. Hè, van de film Footloose. Maar Bart Herman heeft daar er vandoor van gemaakt. Ja. En dat is iets wat wel echt lekker bekt. En, ja. Het gaat er gewoon over, ja, het is vrijdagavond. We trappen het af op het werk en we gaan gewoon even goed ons lostrekken en er een feestje van maken. Ja. Alright. Zeg, en ga je daar dan ook een videoclip bij opnemen? Ja, ja. Dus dat is voor heel binnenkort. Dat zal eentje zijn op verschillende locaties. Mm-hmm. Ik zal er iets verklappen. Ja, we gaan een beetje zo. Op een kantoor gaan opnemen waar ik zogezegd aan het werk ben met collega's. Ja. En waar ik dan beslis van oké, de auto in en we gaan er vandoor. Ja. Ja. Ja, geweldig. Ja, ik kijk er naar uit. Zeg, je album, dat is één zaak, maar je hebt ook nog de Spaghetti Swing. Ja. Wat is dat voor iets? Vertel eens. Wel, de mensen kunnen daar croque-monsieur eten. Ja, geweldige titel ook. Maar het is waar. Voor degenen die geen spaghetti lusten, is dat natuurlijk ook croque-monsieur. Maar de croque-monsieur swing, dat klinkt minder... Ja. Maar nee, uiteindelijk is dat een soort vandag geworden. We zijn daar vorig jaar mee begonnen. Dat was een groot succes. Dus vandaar onze tweede spaghetti swing. Maar vandag vind ik zo... Oh, allee, dat klinkt zo echt... Ja, ja. Vandag, allee, dat is niet meer van deze tijd. Nee, dus vandaar Spaghetti Swing. En dat is gewoon leuke muziek. Mensen krijgen spaghetti à volonté. Ja. Of croque monsieur. À volonté, zo. À volonté, ja, absoluut. Man. En dit jaar waren er ook gastoptredens van Laura Lien en Matthias Lens. Zijn heel goede vrienden van mij. Ja, geweldig. En vorig jaar Udo. Dus en volgend jaar Jean Thomas. Voilà, in de 26e editie van de spaghetti. Pas op, ik kan veel spaghetti eten. Ah, maar daar ga ik voor zorgen. Zeg, over vrienden gesproken. Heb je veel vrienden gemaakt in de showbiz? Ik ben... ze zeggen altijd, je moet er geen 20 hebben om goed te zijn. Ik geloof daar ook niet in dat kan. Uiteindelijk, pas op, we moeten daar eerlijk in zijn. We zitten allemaal in hetzelfde... segment een beetje. En concurrentiestrijd is groot. Maar gelukkig, zoals ik daarnet al zei, ik zing niet echt slagers. Dus dat zijn dan meestal degenen waar ik heel goed mee overeenkom. Ja. Ja. Dus, ik heb er wel een paar. Ja. Ja. Ja, dat is geweldig. Heb je nog plannen voor de verdere toekomst, dat je ons kan... Ja, plannen. Ik ben nu natuurlijk heel blij dat album er komt. Ja. We gaan ook een tour doen, gekoppeld, beste van. Okay. Dus er staan nu 20 liveconcerten op. Top. Op heel veel markten en pleinen deze zomer. Dus waar we tegelijkertijd natuurlijk ook het beste van zullen geven. Ja, sowieso. Waar kunnen mensen terecht voor de data? Alles staat op mijn website www.wimlijs.be onder agenda of kalender. Je album, het beste van Wim Leijs, mogen wij 3 exemplaren van weggeven. Met plezier. Voilà. Ja, zeker. Dus wil jij een exemplaar winnen, dan kan je gewoon een mailtje sturen naar win@anne.be en dan maak jij kans op een gesigneerd exemplaar van het beste van Wim Leijs. Wim, bedankt om naar hier te komen. Merci voor de uitnodiging. Heel veel succes nog. Dank je wel. En tot ergens on the road. Hè. Zeker en vast. Top. Merci. En dan over nu naar Laura Tesoro. Zij gaat binnenkort vertrekken naar Stockholm om ons land te vertegenwoordigen op het Eurosong. Maar deze zomer gaat zij de Vlaamse podium ook onveilig maken. En dat klinkt zo. We hebben hier vanavond de showcase van mijn set, die ik deze zomer zowat overal in Vlaanderen ga mogen spelen. Geen feesten, onder andere geen onstage. Dus dat zijn al mooie plaatjes. Dus ja, je moet wel zien dat die in orde is. Dus we testen vanavond even alles uit. Alright, wat is er anders dan vorig jaar? Mogen we iets anders verwachten qua muziek, qua muzikanten eventueel? Nee. Mijn muzikanten zijn nog steeds hetzelfde. Er zijn vooral meer eigen nummers nu in de set. En andere covers, nieuwe medleys. Het is echt de bedoeling om de mensen aan het dansen te brengen en echt de zomervibe, zeg maar. Mee te nemen en dat is vandaag toch al gelukt, want het is al mooi weer. Dus ja, goed begonnen, die zelf gewonnen toch? Yeah,
De set gaat volledig pop-funk zijn. Die lijn gaan we wel proberen door te trekken. Vorig jaar zaten er af en toe nog zoiets wat Rocky-nummertjes in, maar nu blijven we wel echt bij de funk-pop plakken. Dus er zit meer een rode draad in de set. En het is een goed gevulde zomer dan voor jou. Ja, ik denk dat we een stuk of 30 optredens mogen spelen deze zomer. Dus dat zijn zeker leuke vooruitzichten. Dus ja, en vanavond zetten we dat in. En dan dit weekend hebben we eigenlijk al ons eerste optreden. Dus en dan zijn we vertrokken. Ja, heel spannend. Maar misschien nog spannender binnenkort, Eurosong. Hoe goed ben je voorbereid? Ik ben heel goed voorbereid. Maar het is inderdaad wel spannend. Sinds 4 april heb ik beseft, binnen een maand vertrek ik. Want ik vertrek op 4 mei, dus dat was ineens zo... Maar het is zover, nu komt het dichtbij. Dus nu is het, ja, nu begin ik het al te voelen zo. Je gaat als 19e doen. Heeft dat voor- of nadelen, denk je? Ik denk dat het voordelen heeft eigenlijk, omdat ik ervan overtuigd ben dat als we als laatste de show even mogen afsluiten met al onze jonge energie en onze dynamische act, ja, ik hoop dat ze ons dan gewoon gaan onthouden. En ja, ik denk dat wel. Als je als laatste mag, moet je al echt je moeite doen als mensen je dan gaan vergeten. Dus ik hoop gewoon dat ze op ons gaan stemmen en dat we in de finale zitten. Ja. En iedereen zegt wel altijd van, ja, je doet mee voor de ervaring, maar heel eerlijk, hoe graag wil je winnen? Ik denk wel dat het heel cool is om te winnen. En aangezien Loïc Noté vorig jaar een hele goede beurt heeft gedaan voor België, wil ik natuurlijk niet onderdoen. Dus ik hoop toch wel ongeveer, ja, ik hoop die lijn wel gewoon even te kunnen doortrekken. Dus dat is wel mijn doel, ja. Er is deze week weer heel wat gebeurd en dat zie je in ons nieuwsoverzicht. In dit intieme concert werden de grootste blazers ingeruild voor extra backing vocals en werd Natalia op de piano begeleid door Steve Willaert. Dit jaar werd Steve aangesteld als executive producer voor het nieuwe album van Natalia, In My Blood. Door die samenwerking ontstond het idee om de Me and My Producer Tour te hernemen. In 2017 trekt ze dus weer door Vlaanderen om iedereen te laten genieten van haar stem. Het leven van Tom Boonen voor, tijdens en na zijn afscheid als wielrenner. Dat wordt het onderwerp van een nieuwe VTM-reeks met Koen Wouters als reporter van dienst. In dit programma is Koen aanwezig op alle beslissende momenten die meneer Paris-Roubaix straks zal nemen. En dat maakt het zo uniek. Gewapend met een piano en de kracht van woorden schrijft de 16-jarige Femke haar eigen Nederlandstalige nummers. Voor haar eerste single Vrij wil Femke de intensiteit van jongeren die worstelen met hun identiteit in de kijker zetten. Ze hoopt om zo transgenders en hun gevoelens een beetje meer uit de taboesfeer te bevrijden. De videoclip die krijg je op het eind van de aflevering te zien. Goed nieuws voor de fans van Ghost Rockers. We mogen dvd's van deel 1 en 2 van het tweede seizoen weggeven. Wil jij dus kans maken op zo'n exemplaar? Stuur dan een mailtje naar win@anne.be met al jouw gegevens en waarom je deze zo graag zou ontvangen. Dit is een van mijn favoriete momenten van het Anne Show nieuws, het filmnieuws. Steffi, welkom in de studio. Hallo. Vertel eens, wat heb je deze week gezien? Ik ben naar The Jungle Book gaan kijken. Oeh, geweldig. Dat was toch gebaseerd op
de tekenfilm van zoveel jaren terug. Is het een beetje hetzelfde? Ja, het is dus de verfilming eigenlijk van de tekenfilm. En dan denk je, de verfilming, hè, nogal moeilijk, met al die dieren die praten en zo. Ja. Heel speciaal, dat is eigenlijk... Ze hebben maar één acteur gebruikt, dus alleen de kleine Mowgli is een acteur. En het is eigenlijk volledig Green Key gefilmd. Hebben ze dan met poppen en zo gedaan, want acteren in het niets is heel moeilijk, laat staan voor zo'n kleine acteur. Ja. Maar al de rest is dus gewoon achteraf met de special effects. Het is eigenlijk één groot special effect. Al die dieren, zowel de dieren als de jungle, die zijn op die manier eigenlijk tot stand gekomen. En ik moet zeggen dat ze daar al heel ver in zijn, want dat is waanzinnig hoe echt dat er allemaal uitziet. Dat wou ik juist vragen, want soms kan dat een beetje fake overkomen, maar dat is dus niet het geval. Nee, je vergeet dat ook. In het begin ben je zo aan het kijken, kan ik het zien of kan ik het niet zien? Maar je ziet het eigenlijk totaal niet. En, en op den duur vergeet je dat ook en kan je gewoon focussen op de film, die trouwens keigoed is. Ik heb er echt heel erg van genoten. En het verhaal, is het een beetje hetzelfde als... Ja, ze zijn voor het verhaal heel dicht bij de oorspronkelijke verhaallijn gebleven. Zijn de Mowgli, die alleen in de jungle is en die dan door de panter Bagheera wordt gevonden, groeit dan op bij de wolven en moet dan gaan lopen van de tijger Shere Khan. Ja. Dus ze zijn daar heel dichtbij gebleven. Maar er zijn wel een aantal dingen anders. De film is toch een stuk meer volwassen geworden. De humor is een beetje meer volwassen. Het heeft iets serieuzere ondertoon, toch wel. Ja. Het is ook geen halve musical meer, want ik weet niet of jij met je kinderen nog eens de film af en toe bekijkt. Maar het zijn echt heel veel liedjes. Ja. In de tekenfilm, die zijn er wel wat uit, maar toch hebben ze bijvoorbeeld de klassiekers, de Bare Necessities, die zitten er bijvoorbeeld wel nog in. En dat is zo, het kadert wel zo de gehele film van, het is iets volwassener geworden, maar toch met respect voor de originele film eigenlijk. Okay. Ja, het is natuurlijk ook een werk van Disney zelf, dus ze moesten toch een beetje op die lijn lopen waarschijnlijk. Absoluut. Is het een familiefilm? Want als ik het zo hoor, Het is nog altijd een leuke film om met de familie te gaan bekijken, denk ik. Maar ik denk dat de leeftijd wel iets opgetrokken wordt. Want er zitten zeker en vast wel griezelige stukjes in. Echt? Ja, en als dat dan zo levensecht is, maakt dat het alleen maar nog griezeliger, vind ik. Okay. Dus ik denk wel dat het toch vanaf de leeftijd 8 tot 10 jaar, dat je het daar ongeveer moet gaan zoeken. Maar dan is het wel echt een hele fijne film om met de familie te gaan bekijken. En ik denk dat die nog heel lang gaat spelen, want de film zat bomvol. Er was echt geen enkel plekje meer over in de drie zalen. Dus een groot succes, denk ik. En ik ben met een heel voldaan gevoel buitengekomen. Maar ja, daar zijn ze bij Disney kampioen in natuurlijk om dat te doen. Het is natuurlijk ook een grote, epische film die de moeite waard is ook om in de bioscoop te gaan zien. Alright. We gaan eens kijken naar een trailer van Jungle Book. Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? I know. I know where you came from. Poor, sweet little cub. I'll keep you close. Let go of your fear now. Trust in me. Shaken met je heupen en je benen losgooien, dat kan je op één van deze concerten.
Goed en ook groot nieuws voor de fans van Tegen de Sterren Op. De helden van het razend populaire VTM-programma zullen ook in 2016 afzakken naar Antwerpen voor een denderend live-spektakel. Na twee uitverkochte edities in de Lotto Arena gaan dit keer de deuren van het Sportpaleis open op zaterdag 7 en zondag 8 mei voor Tegen de Sterren Op live. Het VTM Kazoom Circus is helemaal terug. Met ook dit jaar weer een niet te missen show, boordevol ongelooflijke grappige acts en adembenemend stoere stunts. Het wordt een dag met gelach, gedans en gegoochel. Maandag 16 mei in het ETIAS Theater in Hasselt. Liefdevol tot 5 Seconds of Summer gedoopt door hun enorme fanbase zijn Luke Hemmings, Calum Hood, Michael Clifford en Ashton Irwin wereldwijd het muziekfenomeen van het moment. Op 20 mei houden ze halt in het Antwerpse Sportpaleis. Mooie liedjes duren meestal niet lang, maar bij ons is dat wel het geval. Bedankt om te kijken naar deze aflevering van het Anne Show Nieuws. Maar blijf nog zeker hangen, want van ons heb je nog, zoals beloofd, de nieuwste van Femke te Goed. Vrij heet die. Tot de volgende keer. Bye bye. Terwijl de weduwe haar man kust en het kleine meisje wijn lust. Terwijl de slager brood bakt en de zee langzaam de zon inzakt. Is hij nog niet vrij en mag hij zichzelf niet eens zijn. De mensen zeggen het is fout, het is raar. Zit niet goed in mekaar. Hij moet eindelijk aanvaarden wie hij is. Hij moet leren leven met het gemis van haar. Hij voelt haar. Terwijl de jonge dame half naakt de flirtende jongens achterlaat. Terwijl de kleuter wordt gepest op school en het nieuwe scheldwoord blijkt Mongool. Is hij nog niet vrij en mag hij zichzelf niet eens zijn? De mensen zeggen het is fout. Is het de weduwe die haar man mist en de kleine meid die gelukkig is? Dan is het de bakker die brood bakt en de zon die langzaam de zee inzakt. En is zij nu ook vrij en mag zij zichzelf eindelijk zijn? Het is niet fout, niet raar. Zij zit goed in mekaar. Zij is voor haar leven gegaan. Zij heeft wat zij altijd wou nu toch gedaan. Want hij wou haar. Hij werd zij. Zij is nu haar.